ben Leo Horbach. Ik ben beeldend kunstenaar. Eigenlijk een beeldhouwer. Ik werk in steen, in natuursteen, marmers. En dat doe ik al heel wat jaren. Ik woon in Landgraaf. Op 20 oktober is een landgraaf hier in de buurt, Gravenrode, een beeld van mij onthuld. Het is een zuil van de vrijheid, met de titel Sehnsucht nach Freiheit. En die zuil is geplaatst in het kader van een burgerinitiatief in de gemeente Landgraaf. Ik heb aan de buurtverenigingen Gravenrode en Wilhelmina dit beeld eigenlijk cadeau gedaan. En in het kader van het burgerinitiatief van de gemeente Landgraaf is een bijdrage geleverd om dit beeld te plaatsen, te vervoeren, te halen. Het beeld is heel bijzonder. Het is van een hele witte marmer die uit Noord-Italië komt. Uit Zuid-Tirol wel te verstaan, een kleine plaatsje Laas, daar wordt die marmer gewonnen. Het is een zuil waaraan vier kanten mensen zijn weergegeven van allerlei soorten, jong en oud, die op een of andere manier proberen uit die zuil te komen en zich eigenlijk een beetje te bevrijden. Ik heb eigenlijk geprobeerd, al beitelend, uit die steen om die mensen te bevrijden. En die mensen staren allemaal naar boven, eigenlijk een beetje in de richting van de hemel, van hun vrijheid. En dat verlangen naar vrijheid is eigenlijk toch iets wat wij op een of andere manier toch wel steeds weer in onze gedachten moeten houden. Want vrijheid is voor heel wat mensen iets van zelfsprekends. Maar het is eigenlijk heel goed om daar af en toe bij stil te staan. Echte vrijheid kun je pas ervaren als je ook wel onvrijheid hebt meegemaakt. Sehnsucht naar vrijheid. Verlangen naar vrijheid. Beeld staat heel mooi bij de ingang van de wijk. De wijken Wilhelmina en Gravenrode. En vormt eigenlijk een soort beeldmark, een landmark, een entree naar de wijk. En beeld is geplaatst in het kader van het burgerinitiatief. En heel wat mensen uit de buurt hebben hand- en spandiensten, hulp geleverd in de vorm van constructietekeningen, graafwerk, bestrating maken. Het hele storten van het fundament, enzovoort, enzovoort. Er zijn vlaaien gebakken, er is een hele gezellige samenhang in de buurt ontstaan. En dat was voor mij ook eigenlijk een soort idee dat ik had om zo'n beeld aan de buurt te schenken. En om daar ook een stukje samenhang en solidariteit binnen die gemeenschap te creëren. En ik hoop dat ik denk zelfs dat we daarin geslaagd zijn, want het is een heel leuk project geweest dat nu met een heel groot succes en een mooie verregende opening, onthulling, is afgesloten. En ik hoop dat ze in de buurt daar nog heel lang van mogen en kunnen genieten en dat we dan eigenlijk allemaal dat ook in vrijheid mogen doen, want dat is de grondgedachte achter deze zuil van de vrijheid.